Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag interlocking crochet haken en dat is deze hele leuke steek. Hij is aan beide zijden gelijk, dus hij is heel erg geschikt voor dekentjes of andere werkstukken, tassen, kussentjes, dassen. Het is gewoon echt een mooie steek. Je hebt dus twee verschillende kleurtjes nodig en we beginnen nu met een opzetlus. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik heb het patroon ook uitgeschreven zodat je het altijd kan nalezen. De interlocking crochet is deelbaar. De steek is iedere keer deelbaar door 8. Ik heb 6 keer 8, 48 lossen. Plus 4 voor het eerste stokje is 52 lossen opgezet en ik kwam op 30 centimeter uit. Je hebt nodig 2 bollen grijs. Ik heb de Royal gebruikt, maar je kan natuurlijk elk soort garen gebruiken. 2 bollen wit, ook van Royal. En ik heb haaknaald 5,5 gebruikt. Dus dan gaan we beginnen met de opzetlus. Van 52 lossen. Je pakt de grijze wol. Ik leg even deze weg. Zo. Hier hangt nog een draadje aan, dus die moet even aan deze kant. Ik begin met de grijze wol en ik maak een opzetlus. En ik maak 52 lossen. Als de steek maar iedere keer deelbaar is door 8, dus ik doe iedere keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan ga je door tot 52 lossen en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Als je op het einde van 52 steken bent, dan ga je 1, 2, 3 in de vierde steek. 1, 2, 3. In de vierde steek maak je een stokje. Een losse. Een overslaan en een stokje. Een losse. Een steek overslaan en een stokje. Een losse, een steek overslaan en een stokje. Een losse, een steek overslaan en een stokje. En dan zie ik je op het einde weer terug. Tot zo. En dan zijn we nu op het einde van deze leuke beginketting. En dan maak je op de laatste steek nog een stokje. En op het einde eindig je altijd, ga je 4 lossen maken. Dat is voor het begin stokje, maar dan kom je dadelijk, kom je dat vaker tegen. Dus 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En je maakt een langere lus en je haalt je haaknaald eruit. En ik zet even een steekmarkeerder erin. Zo. En dit ga je hetzelfde doen, ook met wit garen. En ik heb hier het witte garen. Je maakt een opzetlus en je zet weer 52 lossen op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De steek is iedere keer deelbaar door 8, dus wil je meer centimeters, dan moet je er iedere keer 8 losse steken bij zetten. En ik zie je bij 52 losse steken, zie ik je weer terug. Tot zo! Ik heb nu weer 52 lossen gedaan en we gaan in de 1, 2, 3, in de vierde maken we een stokje. En we gaan hetzelfde doen nu als de grijze, dus weer 1 losse. Je slaat
1 steek over, deze sla je over en je gaat weer zo'n mooie ketting maken. Om het interlocking crochet dadelijk gaat het beginnen. Nu zijn we nog even aan het voorbereiden. Dus dit zijn de voorbereiding voor intercrochet of mozaïek. Haken, als je dit kan, ja, dan is het heel leuk om te doen. Ik heb er heel veel plezier in om dit, omdat het ja, zo'n mooi resultaat geeft. Ook de achterzijde is hetzelfde als de voorzijde. Nou, ik ga deze even afmaken en op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo! Als je de beginstroken klaar hebt, dan leg je ze zo neer dat die lus aan de rechtse kant zit. Daar doe je je haaknaald door, je trekt je draad aan en je pakt de andere strook en ook die met die lus, die laat je hier hangen. En je zorgt dat die stroken op elkaar liggen met de gaatjes. Zie je dat de stokjes op elkaar liggen? En dan gaan we die stroken aan elkaar haken. Dus je legt ze netjes op elkaar. Je pakt je witte draad, omslaan en je gaat een stokje maken, een losse, een stokje, een losse, een stokje in die openingen. Dus we maken een stokje. Een losse en we gaan in die opening weer een stokje zetten. Een losse en in de opening een stokje. En zo maak je die twee stroken aan elkaar en dat is echt het begin van het interlocking haken. Dat je de twee stroken aan elkaar haakt. En houd de donkere kleur aan de voorkant. En je haakt in de opening een stokje. Een losse en weer een stokje. Een losse en in de opening 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 een stokje. En op het einde dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu bijna op het einde van de witte draad van het eigenlijk het samenvoegen van de twee stroken. Dus je maakt iedere keer in de opening een stokje, een losse en op het laatst hier in deze opening ga je nog een stokje zetten en dan heb je de twee stroken samengevoegd. We beginnen altijd de toer met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Ik doe ze altijd op het einde en dan maak ik een grote lus en dan begin je weer aan het begin. Dus je trekt echt zeg maar die stroken weer naar links en dan begin je weer aan de rechterkant met je grijze draad. Je steekt je haaknaald in en nu gaan we echt interlocking doen. Dus we gaan echt nu twee stokjes aan de achterkant pakken en 1 aan de voorkant, 2 aan de achterkant, 1 aan de voorkant en altijd de losse ertussen en je haakt altijd om jezelfde kleur heen. Dus heb je grijs, dan pak je ook het stokje grijs. Dus nu moeten we achter het werk langs, je slaat om en je pakt je grijze stokje aan de achterkant langs. Maak je dus je stokje af. Kijk, dan krijg je dit zo te zien.
dan een losse. En dan gaan we weer een stokje achterlangs pakken. Dus je pakt de achterkant van je werk, zie je, en dan pak je je stokje op aan de achterkant, steek je achter je stokje in en je maakt je stokje af. En weer een losse. Dan hou je je werk weer zo recht voor je en dan gaan we het stokje aan de voorkant maken. En een losse en weer twee aan de achterkant. Je gaat achter het stokje langs, dus je stokje van de kleur, dan ga je achterlangs. Ik wil even kijken of ik één stokje heb, want ik zie dat ik nu twee stokjes had, dus dit is eigenlijk de lastigste toer en dan gaat het weer gewoon makkelijker. Dus dit stokje moeten we hebben, omslaan. En je pakt je stokje op. En een losse. En dan ga je nog een keer doen. Dus dit stokje moeten we hebben. Je pakt je stokje op. En je maakt je stokje af. En je maakt een losse. En nu gaan we er weer een aan de voorkant maken. En een losse. Twee aan de achterzijde. En een losse. En een losse. En een aan de voorzijde. Nou, die voorzijde is niet moeilijk en die achterzijde, dat leer je eigenlijk ook wel. En een losse. Twee aan de achterzijde. Dat je echt zorgt dat je je kleurtje hebt. En je maakt je stokje af. En een losse. En een losse en weer een aan de voorzijde en een losse en weer twee aan de achterzijde en een losse en een losse en een aan de voorzijde weer en een losse en met twee aan de achterzijde en een losse en een losse en weer een aan de voorzijde. Dus je hebt die voor, twee achter en een voor. En we zijn al bijna op het einde. En een losse. Kijk, en ik kijk altijd eventjes. Nu kan je het nog niet zo goed zien, maar het wordt echt heel leuk dadelijk. We gaan er nu dus twee aan de achterzijde weer doen. Je moet er een handigheidje in krijgen en dit zijn de, dit is echt het begin. Als je eenmaal verder bent, kijk maar naar het einde van de video, dan zie je hoe makkelijker het gaat en hoe leuk het is om te leren. Weer aan de voorzijde. Het is heel leuk om te leren en ook een heel mooi resultaat, omdat je twee zijden zijn gelijk. Dus je hebt een hele mooie voorkant en je hebt een mooie achterzijde.
En nu pak ik de laatste, die gaat dus aan de voorkant. En nog een losse. En we gaan dan nog het laatste stokje doen hierachter. Dit is het laatste. En je steekt hem in aan de achterzijde. Dan komt het er zo uit te zien. En omdat je iedere toer met 4 lossen begint, maak ik nu 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan trek je aan je draad zodat je lekkere lange lus overhoudt. En dan gaan we weer met het wit beginnen. En daardoor gaan we nu dus het werk keren. Net als een blaadje keren we het werk. En zie je dat je hier die twee die je straks aan de achterzijde hebt, dat die nu dus heel mooi erop liggen op je werk, ja? En nu gaan we met de witte toer beginnen. Dus we gaan iedere keer een witte toer maken en een grijze toer en dan keer je je werk. Dus we gaan met de witte toer gaan we beginnen met 2 aan de voorkant en 1 aan de achterzijde. En zie ik je zo weer terug, dan gaan we aan deze toer beginnen. Tot zo! We gaan nu weer met de witte stokjes beginnen. En je houdt je draad gewoon zoals die ligt hier, die grijze, die laat je gewoon zo liggen. En dan gaan we met de witte stokjes beginnen. En dan gaan we 1 stokje aan de achterkant maken. Dus we steken achterin, we pakken het stokje, het witte stokje gaan we omheen aan de achterzijde en 1 losse. En nu gaan we 2 witte stokjes aan de voorzijde maken. En een losse. En je pakt echt alleen maar je kleurtje waar je mee bezig bent, dus de witte in dit geval, en een losse. Dus we hebben nu 1 achterste reliëfstokje gedaan en 2 voorste reliëfstokjes. En je doet er altijd 1 losse tussen. Dus we gaan weer 1 achterste maken. Dus je zorgt ook echt dat je je eigen kleurtje houdt. Je gaat achterlangs. En je maakt ook echt reliëfstokjes zo. Dus je gaat om de stokjes heen. En je krijgt een hele mooie resultaat, want beide zijden zijn gelijk. We gaan nu weer 2 aan de voorkant maken. Ik steek lekker om die stokjes heen. En nog een losse. En insteken en om het stokje. En daarom is het ook zo makkelijk, omdat je, of makkelijk, je mag lekker om die stokjes heen. Je hoeft niet een steek te zoeken. Je gaat dus aan de achterkant langs en je duwt je stokje naar achteren. En een losse. En nu weer 2 aan de voorkant. En dadelijk wordt het nog makkelijker hoor. 2 stokjes aan de voorkant. En ik heb ook video's echt apart van het witte garen en het grijze garen. Dat is makkelijker ook om het uit elkaar te houden. Zie je? Het is echt 1 achter, 1 witte achter, 2 voor, 1 achter, 2 voor, 1 achter en 2 voor. En zo maken we de hele toer af. En een losse ertussen.
Een momentje, ik zie dat ik een klein knoopje even weg moet werken. Zo. Het is echt heel leuk om te doen hoor. In het begin is het even vreemd, maar als je het door hebt, dan is het heel leuk. Het zijn echt voorste relief stokjes en achterste relief stokjes met één losse er iedere keer tussen. Zie je? Die lossen mag je niet vergeten, want dat is eigenlijk de ruimte die je weer nodig hebt voor de andere toer. En een losse. En we gaan nu nog een voorste stokje. En een losse. En nog een voorste stokje. En een losse. En hier op het eind, dan pak je weer je achterste kant, want die moet je achterste stokje doen. En ik steek precies in zoals ik ook mijn stokjes maak. En dan maak ik hier het laatste stokje. En weer 4 lossen. En de lus aantrekken, zo. En dan is dit het begin van het entrelak of interlocking, sorry, het is interlocking, ik vergis me de hele tijd, maar het is interlocking en je krijgt dit als mooi resultaat. Ik heb de 2 toeren, de grijze en de witte toer, heb ik apart op de video gezet en dan zie ik jullie daar weer terug. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ik zou zeggen graag abonneren, hier op de foto klikken, duimpjes omhoog. Heb je vragen, dan zet ze hier onder de video. Die beantwoord ik zo snel mogelijk. En ik zie je zo weer terug. Tot de volgende video.